Mijn naam is Brood, ben geboren in Zwolle, Vuxiestraat 34. Maar ik ben de Altijnstraat niet gelijk omzoeken, ik ben de Jorgenstraat. Ik ben Portie linksaf, even rechts aan, houden. Vuxiestraat 34, ken je niet? Nou, het is heel belangrijk als je van mij wil genieten, optimaal vorm, maar dat je tweedimensionaal denkt. Koud, hè? Het hele schuldgevoel en de knagende geweten en de hele spoor van benieuwing wat het gemiddelde mens brengt. Heb ik kenmerk overboord ermee, recht met die ballast. Pas nu kunnen we stijgen op zoek naar het heldere licht, zodat we niet in duigen hoeven te lopen. En vergeet niet dat elke waarheid een leugen wordt als je erin blijft hangen. En men blijft toch altijd op zoek, hè? Een halve leven ben ik op zoek, zonder heel probleem met herinneren waar ik eigenlijk naar zocht. Intussen tijd opgehouden door oude tijdschriften, kranten en zogenaamd belangrijke foto's. Nou ja, van de week kwam ik een versie zak tegen met seksboekjes. Dat was op en af van 3 dagen. Ik moet het zelf doen. We gaan door. Zo herinner ik me dat ik op de kleuterschool, wie heeft die bal gedaan? Niet te kennen, mijn vriend heeft het gedaan. Maar ze zag al de stront uit mijn korte gebreide broek gekomen. De eerste afgang in mijn leven. Ik kan u verzekeren dat mijn leven één aaneenschakeling was van depressie. En dat begon al heel vroeg met drinken, hangen even. Dat begon al heel vroeg met drinken en snuiven. Dus snuiven, dat spul waar ze dus banden mee plakken, weet je wel, solution. Ik herinner mij dat ik dus naar de fietswinkel ging en goedemiddag meneer, leuke winkel heeft u, maar een belletje en een... En 3000 tubers vliegtuigplein. En de enige hoop was nog de dienstkeuring. En doet hij nog? Ja hoor. De dienstkeuring en eigenlijk helemaal alleen maar toegelegd. Het zou bijna wel koud, hè? Het zou allemaal door elkaar heen praten worden. Ja, genoeg met die. Dienstkeuringsdag, een hele tijd naartoe geleefd. Dokter, ik wil niets anders. Ik wil zo graag, ik wil paratroepen worden. Maar waarom dan, jongen? Ja, waarom vraagt die eikel? Ja, maar kun je zich niet voorstellen hoe heerlijk het is om uit zo'n vliegtuig te springen en op het dak van de niet vermoedende vijand, weet je wel, net even niet gelijk het touwtje open te trekken, maar even vrije val. Paratroepen worden we. Nou, misschien heb ik me toen een beetje laten gaan. Ik heb een dokter, zeg maar wat het kost, geld speelt in de rol. In ieder geval zat ik weer op het station in Deventer tezamen. Ik mocht 's morgens al weg. Samen in een rolstoel en een houten poten. En later heb ik dan die brief gelezen van uw zoon. Dus, ik kreeg een S5, dat betekent iets van... Stabiliteit? Ja, geestelijk labiel. Nou, dat is voor mij een zeer ruim begrip. Nou, dat was dus, ongeveer de vierde tegenslag in mijn leven. Toen, ik heb met de schoolarts gesproken, die dus zei tegen mijn moeder van nou, zo kan alles worden, behalve kunstenaar. Omdat ik op de tweede bladzijde op de kleurentest al het spoor bijschraakte. Toen ben ik met volle kracht ben ik in kleur gaan werken. En zo, daar is dus ook de reden dat ik dus met een groen hoofd op de eerste hoes van... de eigen ontwerp in LP hoes staan, waarin ik mij licht gebruind, gebrand toegedacht had. Maar dus zo'n groene kop, dat bleek dus toch een doorbraak te zijn. Nou. En zo ben ik uiteindelijk toch nog die kunstschilder geworden die ik van de schoolarts niet had mogen worden. Meneer Brood, koud hè? Zullen we het hier maar bij laten dan? Ja? Koud hè? Kijk, maar nu komt de essentie. Ik ben Herman Brood. En ik heb het geluk gevonden in het vaderschap. Ben je er blij mee? Ik zeg, ik heb het geluk gevonden in het vaderschap. Ik vroeg of je er blij mee was. Als ik het geluk vind, hoe kan ik er dan niet blij mee zijn? Je loopt hem niet vast, hè? Contradictie.